Je hebt de aandelen van meststoffenbedrijven die zitten in de lift, dames en heren. En dat mocht ook wel, want de voorbije jaren was het echt wel, ging het echt wel bergaf. Nu, heel specifieke uh, aanleiding natuurlijk. De ja, zwakke vraag, zwakke prijzen ook. De vraag wordt bepaald door klimatologische omstandigheden. Nou, af en toe wat minder goed, natuurlijk. Dat is af te wachten. Maar er was natuurlijk ook uh, zoiets als een, een Russisch kartel dat opgebroken werd. Vooral dan wat betreft potassium. Toch een van die belangrijke elementen in die meststoffensector. Um, ja, ook bijkomende capaciteit. Ik denk aan de ontginning van nieuwe mijnen, onder andere in Canada. Nieuwe fabrieken die opgestart werden. Uh, heel veel capaciteit natuurlijk. En dat weegt op, op, op die, die prijzen. Nu, die prijzen, zoals we op de grafiek zien, die zitten de jongste jaren toch wel opnieuw stilke aan. In de lift, heel geleidelijk maar zeker. En dan zien we toch wel een serieus verband met de export vanuit China. China een heel belangrijke speler. Wat gebeurt er? In China zijn er toch wel onrendabele fabrieken, milieuvervuilende fabrieken ook gesloten. Minder aanbod dus, minder export met toch wel een positief effect op die prijzen voor meststoffen. Um, Uiteraard de jongste jaren heel wat capaciteit bijgekomen, maar veel van die expansieprogramma's die zijn nu ook op zijn eind gelopen. Dus met andere woorden, de stijging van de capaciteit, die vermindert. De vraag wereldwijd stijgt normaliter elk jaar. Dus we komen hier tot een betere verhouding tussen vraag en aanbod. En dus positief voor die prijsevoluties. Um, uiteraard, dat zal ook gunstig zijn voor de evolutie van de aandelen van die meststoffenbedrijven. Maar daarvoor, dames en heren, zou ik u graag willen verwijzen naar de belegger. Die komen met concrete adviezen.